Aan de Herenweg 169 in Schorel ligt de woonzorglocatie Hoogduinen. Een plek om te wonen voor mensen met een lichamelijke beperking of met een vorm van dementie. Vandaag is hier iets bijzonders aan de hand. Ik zit hier met Bianca Stam aan een keukentafelgesprek in een hele bijzondere keuken. Bianca, wat kun je over deze keuken vertellen? We zijn in zorgcentrum Hoogduinen in Schorel. Dit is een project, de tijdmachine. En dit is een onderdeel hiervan. En dat is een keukengedeelte. We hebben daarnaast ook inderdaad hier nog een woonkamergedeelte en nog een dancing. En vervolgens zijn er nog meerdere tafels met allemaal spullen van vroeger. En wat is de bedoeling precies dat hiermee gaat gebeuren? De tijdmachine is een project van die 9 maanden duurt. Mijn collega Esmeralda van der Welen en ik hebben gekeken van wat zou een bewoner nou echt willen? Dus eigenlijk de welzijnsvraag van wat zou een bewoner, wat heeft hij gedaan en wat zou hij nu nog inderdaad willen doen? En hoe krijgen we die informatie nou naar boven? We hebben gemerkt dat in gewoon een gesprekje met de bewoner, dat we het eigenlijk niet uitkregen wat we eigenlijk zouden willen naar boven krijgen bij de bewoner. En toen zijn we gaan zoeken op internet en kwamen we dit project tegen. Van de tijdmachine. En dat sprak ons aan. En de tijdmachine houdt in dat wij deze week alle bewoners meenemen de tijdmachine in. En die worden, laten we zeggen, geïnterviewd. Dus de gesprekken die worden gevoerd door reisleiders. Dat zijn 24 collega's. Die hebben allemaal een workshop gevolgd van hoe gaan we de tijdmachine gebruiken met de bewoners. Alle 59 bewoners die gaan individueel met een reisleider de tijdmachine in. En we, door middel van de herkenning van vroeger, want de meeste bewoners, dit is toch een opstelling van de jaren 50, 60. Dus de bewoners die zullen een en al herkenning en gaan beleven. Van de herkenning van de spullen, wat ze zien, de geuren. Hè. In de keuken staan allemaal potjes met allemaal geuren van vroeger. De koffiezetapparaat, de petroliestel. Hè. In de woonkamer hiernaast, daar staan nog zo'n oude stoel. De asbak van vroeger, zeg maar. En we hebben nog een oude platenspeler. En op de platenspeler zijn echt, je kunt zo gek niet verzinnen of de platen zijn in huis. Nou heb ik net eventjes voor die tijd al even wat rondgekeken. En er was hier een wat oudere dame die hier volgens mij als eerste eventjes rondkeek. Was wild enthousiast. Wat is er nu precies de opzet hiervan? Nu gaan mensen terug in de tijd. Daar gaan jullie over praten. En wat hopen jullie daarmee te bereiken? Doordat ze weer even teruggaan in de tijd, komen de herinneringen weer boven van wat deed ik vroeger en wat zou ik leuk vinden. En die willen we dan gaan vertalen van, maar wat zou u dan nu, met nu u hier woont, nog weer doen? Of wat zou u nog, wat mist u? En dus we eigenlijk de welzijnsvragen naar boven brengen. Vervolgens worden alle de gesprekken die worden geclusterd. En vanaf januari worden alle collega's, die krijgen een training hoe om te gaan met wat er nou in deze week naar boven is gekomen. En hoe zullen we dit om kunnen zetten in het dagelijks leven. En kunnen toepassen gewoon tijdens de verzorging of tijdens een activiteit. Of dus op die manier. En omdat ook alle collega's dat kunnen doen in alle facetten van de functies die er zijn. Want al mijn collega's die kunnen dan samen met de bewoners dat weer gaan beleven. Hartelijk welkom allemaal. Wat leuk dat jullie hier met zoveel zijn. Dat hadden we helemaal niet verwacht, maar des te leuker. Na een half jaar hard werken is het dan eindelijk zover. Bianca en ik hebben natuurlijk al regelmatig het woord laten vallen. De tijdmachine. Wat is dat nou? We hebben iedereen al her en der verteld erover en nu is het eindelijk zover. We hebben hem in Hoogduinen staan, dus daar zijn we erg trots op. We gaan beginnen met een groot feest en de komende week zullen we alle bewoners uitnodigen om een keertje langs te komen in de tijdmachine en eens te kijken wat voor mooie herinneringen en belevenissen weer naar boven komen. Don't need a storm. Like a coquette, I think I
Soms dan nog meer ogen nog raar.